Vind je het moeilijk om nee te zeggen? Waarom is het zo moeilijk om nee te zeggen? Ik denk dat veel mensen vinden het moeilijk om hun eigen grenzen neer te zetten. Omdat ze van jongs af aan al werd gezegd wat ze moeten doen, rekening te houden met anderen en dat ze zich moeten aanpassen. Maar het werd ons niet geleerd om naar onze eigen hartewensen te luisteren. Zelfs met vrienden en familie is het vaak moeilijk om een duidelijk standpunt in te nemen en nee durven te zeggen. Waarschijnlijk omdat we allemaal ook graag geaccepteerd willen worden en geliefd willen zijn. Dus hoe kunnen we onze grenzen neerzetten? Wel, allereerst moet je eerst erkennen en accepteren dat je niet je hart volgt. En hoe kun je dit veranderen? Wel, er is een kleur die je hiermee kan helpen. En dat is de kleur groen. Groen is de symbolische kleur van je hartewens. En door groen te gebruiken, word je bewust van hetgeen je voelt en minder rekening houdt met wat anderen willen dat je doet. Zo, hoe kunnen we groen gebruiken om dit te bereiken? Nou ja, er zijn verschillende manieren. Allereerst kun je de kleur groen visualiseren of je concentreren op de kleur groen. En iedere keer dat je dit doet, ben je ervan bewust dat je je eigen grenzen neerzet en dat je jezelf toestemming geeft om nee te zeggen. Het is alsof je het groene verkeerslicht hebt aangedaan en je vooruit kan gaan. Je kunt ook groen gaan dragen om zo op een subtiele wijze de boodschap aan anderen te geven dat ze niet je grenzen moeten overschrijden. En gedurende de laatste jaren wordt er steeds meer groen gedragen, omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om hun eigen beslissingen te nemen en datgene te doen wat goed voelt voor hen.